Buenos días. Bueno, buenas tardes. Hoy le queremos dar la bienvenida a nuestra clase de gramáticas. Hoy trataremos el tiempo futuro. Nou, de lesdoel voor vandaag is dat je na deze les dat je weet wat de futuro is, hoe je deze kan herkennen en waaraan je hem kan herkennen en hoe je een zin in de futuro moet vervoegen. Maar zoals Janelle al zei, vandaag doen we alleen de verbos irregular. Is in het Nederlands. Dus wat de naam voor futuro is in het Nederlands? Ja. Toekomstige tijd. Toekomstige tijd. En wanneer gebruik je die? Als iets nog niet gaat gebeuren. Muy bien, goed zo. De futuro is te herkennen aan verschillende woorden zoals mañana en el futuro, el año próximo, la próxima semana. Uitleggen hoe je futuro kan vervoegen. Zoals Kaylee al zei, je hebt twee dingen nodig. Wat heb je nodig? Je hebt nodig presente de haber, más infinitief. Infinitief, dat is hele werkwoord. Presente de haber is e, as, a, hemos, habéis, a. Je ziet dat het is groen gekleurd, omdat nosotros, je gebruikt geen accent bij nosotros. Maar voor die anderen wel een accent. Kunnen jullie dat volgen? Zijn er nog vragen? Oké, dan zullen we nu met de eerste opdracht beginnen. De opdracht is een gatentekst waarin woorden zijn weggelaten. Jullie krijgen een audio te horen. Dat is een gesprek tussen twee personen. En het is de bedoeling dat jullie dus de ontbrekende woorden verder invullen. Het gaat gewoon op volgorde, dus niet dat het allemaal door elkaar is. Het gaat op volgorde. Por cierto, ¿viste ese camino? Es que la profesora me tardará en llegar. Dentro de 5 minutos estaré en clases. Bueno, yo te espero, amiga. Bueno, chao. Chao, amiga. Ja, konden jullie de audio goed volgen? Moet die harder? Sorry? Je praat te snel in de tekst. Ik praat te snel? Oh. Oké, okay, we zullen dan die nog een keer laten draaien. Oké. Okay. Dan gaan we nu de antwoorden met elkaar bespreken. Janelle die gaat de antwoorden op het bord schrijven en dat doen we even met 1 tot met 6 en dan 7 tot en met 11. Laat ik dan gewoon in de PowerPoint zien. De eerste was al gegeven, dus dat is een makkie. Wie had nummer 2? Ja, Angelique. Ik had Deberas. Deberas? Ja. En hoe zou je dat schrijven? D-E-B-E-R-A met accent S. Ja. Nee? Ja. Kun je dat maken? Nee? Kunnen jullie 7 tot en met 11 even zelf nakijken of jullie het goed hebben gedaan? En als er nog vragen zijn of iets wat iemand fout heeft gedaan, dan kan je het gewoon aan ons vragen. Aan welke woorden kan je futuro herkennen? Aan welke woorden kan je futuro herkennen? Dus als je een zin leest, aan welke woorden kan je zeggen, oh, dit is futuro, ja. Mañana. Zie je? Dat je weet dat het de volgende dagen. Ja, heel goed. Mark, wat heb je nodig? Je wil futuro vervoegen, dus wat heb je nodig om dit te vervoegen? Het laatste stukje van de uitgangen van de tegenwoordige tijd van het werkwoord haber. Ja, plus? En het laatste stukje zet je dan achter het infinitief van het werkwoord dat je wil vervoegen. Oh yeah. Oké, okay, terugkoppeling op de lesdoelen. Als het goed is, weten jullie nu wat de futuro is? In presenten, hoe je deze kan herkennen en waaraan je deze kan herkennen en hoe je een zin in de futuro moet vervoegen. En we hebben nu alleen de verbos irregulares gedaan en volgende week gaan we